Vandaag ben ik op de Van Egestraat. Ik voer hier een meerjaren onderhoudsplanning uit. Eigenlijk een inspectie ten behoeve van een meerjaren onderhoudsplan. En dan ben je weer op het dak. En wat zie je dan? Dat de schoorstenen helemaal krakkelee zijn. Dat er een asbestpijp uit de schoorsteen steekt. Dat de keramiek van de schoorsteenpijpen ernstig is aangetast. Dat de boeidelen gedaan moeten worden. En dat het dakleer hier in een zeer slechte staat is. Bovendien zie ik dat het dak in het midden verzakt is. En het is waarschijnlijk gekomen omdat men een lichtkoepel heeft aangebracht zonder een raveling te maken. Als we het over aansprakelijkheid hebben, dan zien we hier een oude pallet die in stukken ligt. U begrijpt natuurlijk dat bij een flinke storm dit naar beneden kan waaien. En je dus aansprakelijk gesteld wordt als VVE voor de mogelijke letselschade die veroorzaakt is door dit vallend hout. Bent u op zoek naar een bouwkundige in Amsterdam met 30 jaar ervaring, dan kunt u mij benaderen. Mijn naam is Fred Tokkie. Ik woon en werk in Amsterdam. U kunt mij bellen 020-77-36-842. Uiteraard ben ik ook te vinden via het internet. Het bedrijf heet Primi. Misschien tot ziens.